weer in de vlog. Nee, kut vlog. Nee, het is geen hele leuke vlog. Heb je nog iets wat je net deed? Nee, het zit in mijn neus, godsamme. Nee, het is goed zo. Top. Zijn we al het opnemen? Ja. Nice. Ja. Top. Ja, ik heb mijn Instagram naam dus veranderd. Het is nu Stamholtvuur. StanHoltVluwer. Wat zei je? Een drum springer. Ja. Nee. Nee, dat kan niet in mijn vlog, hè? Dat kan niet. Weer in de vlog. Nee, kut vlog. Nee, het is geen hele leuke vlog. Je bent nu in beeld. Dag vriend Hidde, ga naar midden. Kijk, 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 ga naar Hidde, niet naar jongen, ga naar midden. Hey. Wacht op mij, wacht op mij. Zo. Vloggend van de skatebaan af. Wat kan er fout gaan? Nou, blijkbaar niks. Oh. Altijd jammer als er dan in een vlog niks fout gaat. Dan kan je niet in de titel zetten, gevallen op skatebaan gaat fout. We gaan het gewoon nog één keer proberen. En daar gaan we. 3, 2, 1. Ho. Ja, dit gaat goed. Ho. Jammer, het gaat goed. Kijkt. Wie kijkt dit? Als de minister van Onderwijs dit kijkt, ja? De school is overbodig. Mooi. Memes aan het kijken? Ja. Oké, okay, top. Zip op Insta. Ja. Vertel. Staat hij aan? Ja, ja, nu wel. Het onderwijs is niet links, het zijn gewoon nazi's. Goedemorgen, kijkers van Harm Frodo. En ik snap niet hoe dat kan. Ja. Waarschijnlijk gaat... Ja, kijk, dit bedoel ik. Hoe kan daar water in komen? Hoe kan dat? Ik snap dat niet. Niet filmen, dit is drugs. Oh ja, natuurlijk. Dit zijn alle kapotte lampjes. Oh ja. Zo, jij hebt er veel kapot gereden met je fiets. Dit zijn allemaal eerst gekocht en zo. Oké. Okay. En wil je nog iets vertellen aan de kijkbuiscoaters? Stay in school en doe veel druk. Wat zou jij doen als er iemand met je vriendin zoent? Ik heb geen vriendin. Ja, maar stel je voor. Dan geef ik... Ja? Ja? Ik zou hem gewoon op zijn bek slaan, hoor. Ik geef hem de schuld. Nee, nou. Kan het 5 miljard graden zijn en dan dit? Kan iemand mij dat uitleggen? Wie natuurkunde. Wie is de weergod? Ik kan het opnemen. Een backhoud. Oh, zo heet. Kijk, dit is content. Ik richt hem gewoon op jou en dan zit je er al in. Ik mijn Ajax logo, maar de vorige keer dat ik dat deed, ging niet helemaal goed. Ja, ik had zo iemand in Amsterdam, toen was Ajax Tottenham, had ik zo tegen iemand gezegd, je weet wel dat je geen kans hebt, hè? Die was boos, dat wil je niet weten. Maar... Die hadden zeker wel kans, maar ze hadden wel dik verloren. Dik? Ja. Joh, hou met je dik. 3-2 is gewoon dik. Nee. Jawel. Nee. Nippertje. Ja, dat is nog steeds gewoon dik. Dat is niet dik. Ja, dat is wel dat dik. Dat is één doel. Dat is dik. Ja, snap ik. Ik heb geen idee waar ik hem neergezet. Weet je, ik ga jou betalen voor deze rol. Hoeveel moet je hebben per vlog? Ja, ik kan ook per vlog. Ja. Als het alleen om de schooltijd is, tientje. Ja, dat is wel erg duur, hoor. Zo, ik ben jouw maat, die heb het. Hoeveel moet ik jou betalen per vlog, Bram? Ben jij goedkoper? Als je mij een hotdog of een broodje kip haalt, of broodje frikandel... Ga ik wel een keer voor jou doen, omdat jij altijd... Ik ben te lastig. Wat? Hij doet mijn administratie, dus dan... Dus jij moet ook in de vlog en dan word jij ook. Wil jij ook een keer broodje? Nee, ik ben nou het manager, maar misschien... Weet je, ik koop voor jou ook een broodje. Zit jij ook in de vlog, oké? Oké, ik koop voor jou ook een broodje. Nou, heb je nog iets te vertellen aan de kijkbuiscoaters? Luister Rapper Boef. Dat zei je vorige vlog ook al. Ja, maar
Toen zei ik nog, gooi 3 dishes naar mij. Oké, fietsenstallingen zijn niet goed. Nou, kan ik wel enigszins... Gas! Ik zou ook weglopen. Hey. Nou, bedankt voor jullie beide duo-rol in deze vlog. Ik koop binnenkort even een broodje voor jullie. Doe even een shot dat we wegfietsen. Ja, doe ook nog even shout-out naar iemand. Ik zit alleen in de vlog omdat ik betaald krijg op de huisdag. Sst, dat mag je niet zeggen. Het is zo naar mijn broeders. Naar wie? Naar mijn broeders. Vlog? Ja? 0,35%. Ja, wat was dat nou? Ik kan niet onder een boom staan, kan bliksem in. Doei! Abonneer op Harmen. Zo, het is nu vrijdagmiddag. Dus eigenlijk alles wat met school te maken heeft is nu klaar. Ik kom nu wel langs een heel onhandig punt. Want er wordt hier aan de weg gewerkt of zo. Zo, dit is weer een heel ander gezicht. Ik ben net bij de kapper geweest. En nu zit mijn haartjes weer even goed. Zo'n before-after effect is dit een beetje. Dit is nou typisch Amersfoort op dit moment. De poorten van Amersfoort worden een beetje verbouwd. En er worden enorme flats neergezet. Zo, de avond begint nu pas. We gaan lekker uit vanavond. We gaan naar de bioscoop en misschien nog wat eten ergens, 's avonds. Zo, dat is de zon. maar ja, waarschijnlijk maakt het jullie eigenlijk niks uit. Maar ik zat laatst te kijken naar de tierlist video van GameMeneer. Ik ga proberen te onthouden om dit stukje er even in te editen. En dan zul je meteen begrijpen wat ik bedoel. Het zal me inderdaad echt gewoon een worst wezen wat je op een dag doet. Maar als je gewoon leuke dingen doet zonder te vertellen... Zo, we gaan even nu dit doen. Hou je bek, joh. Want kijk, nu is er een dubbele Harmen. Nu heb je mij en degene hierachter. Dus dat is wel grappig. Dried out tears of sorrow. Lacking all emotion. Staring down the barrel way. Sinds het eind en het begin... Maar het enige plek waar dat eigenlijk gebeurde, maar was de allereerste video, wist ik hoe je, ik wist een hele hoop in ieder geval eigenlijk. Dit is weer typisch zo'n blooper.